Daar zijn we dan, hé jongens. Terug in Thief. Dit is port 12 inmiddels. En we zijn nog steeds in die kutbibliotheek. We zijn de vorige port hier geëindigd. En dit is die rare, nare kerker met rare, mysterieuze puzzeltjes. En gekke plekken. Rare collectibles. En sowieso één raar wezen die ik tot nu toe nog niet echt goed heb gezien. Welkom in ieder geval terug bij Let's Play Thief. Ik zie hier nog steeds overal de blauwe bloemen. Hier hebben we weer de boekenfetish. Daar houdt hij van. Even lekker aan de boekie voelen. Maar we gaan verder. Zo, we openen deze. Ik heb gevoeld als alles achter me heb ik gewoon doorzocht. En dat laten we dus ook achter ons doen. En we gaan nu progressie zien te boeken. En dat in dit stuk. Dus laten we hier maar gewoon overheen springen. En yeah, let's go. Hey, what the fuck? Waarom werkt deze shit niet? Wat is deze? Wat is deze? Nee, what the fuck gebeurt hier? Ik kan dus niet springen, jongens. Oké, ik ga even kijken hoe ik dit kan fixen en dan ben ik zo bij jullie terug. This place is a maze. I'll head for the central tower. Oké, daar ben ik weer, jongens. Ik heb de game eventjes teruggeladen eigenlijk naar een herstelpuntje. En dit is dus waar we nu zijn. En nu kan het opeens wel. Dus het lag gewoon aan de game. Was een kleine bug, denk ik. We gaan in ieder geval verder. We boeken wat progressie. We gaan gewoon rustig rondkijken hier. Ik maak sowieso een save. Dat altijd voor de zekerheid, voor het geval dat we gewoon ergens in een ravijn flikkeren en we weer een heel stuk opnieuw moeten doen ofzo. Maar goed, wat hangt hier nog steeds een nare... Maar waarom ook? Waarom zijn we hier opeens? We komen gewoon voor een boek. We zijn een dief. En opeens zitten we hier in de meest oude ruïne ooit gewoon. Vol mysterieën en... Oh, fuck man. Ik haat deze setting. Dat hebben jullie denk ik de vorige part aardig goed kunnen horen. We zijn nu een dag later, dus ik heb weer wat nieuwe energie. Positieve energie. Misschien ook wel te horen aan mijn commentary stijl. Maar fuck deze shit, dat is eng. Hier ligt ook helemaal niks gewoon. Allemaal grote ruimtes en dan ligt er niks. Dus het laat je alleen maar twijfelen en teruglopen. Ik denk dat we dit maar eventjes moeten activeren. En wat me meteen opvalt, we activeren een trap. Dus dit zal wel weer een gigantische puzzel zijn. Want ik zie in de achtergrond ook op trappen. Zie je? Trappen doen backflips en zo. Now that's useful. Dat is inderdaad useful. Hoe heet die ook weer? Aaron, toch? 1 staat erop. Damn it, dit lijkt echt op de fucking schatkamer van Uncharted 1. Mochten jullie die game gespeeld hebben, dit is gewoon zo goed als een kopie. Ik hoop dat ze de copyright er recht op hebben, want anders kunnen ze gewoon nog aangeklaagd worden door Naughty Dog. Nee, zover komt het natuurlijk niet. Ik maak maar een grapje, maar ik herken er heel veel dingen in. Vooral ook die Romeinse cijfers op de grond en zo. En dat staat dan ook precies op het midden van de trap. Dat is echt exact hetzelfde. Dus dat is misschien toeval, of misschien toch wel een beetje afgekeken bij een hele succesvolle gamereeks Uncharted. Maar goed, dat zal dan wel. We lopen nog een beetje rond hier en ik zie dat ik hier de volgende trap op kan activeren. Maar wat ik denk is dat je het in de goede volgorde moet doen. Dat je anders er gewoon helemaal geen moeite mee opschiet. We hebben deze trap dus nu geactiveerd. Kunnen we een verdieping hoger, maar kunnen we ook daadwerkelijk verder in de game op deze manier? Of is het dus gewoon weer een valstrik? Mooi man. Dat kan niet kapot. Dat zag er zo dom uit. Ah, nou, dat kan niet kapot. Kut. Hij voelde zich nu echt een gefaalde dief gewoon. Klein boertje tussendoor. Overal die nare glas in loodramen en zo. Die hier kapot zijn. Nieuwe kamers. Nooit fijn. Wat ligt hier dan? Oh, een bloem. Dat is zo'n focusbloem. Nou ja, snapten jullie dat? Dat is een focusbloem. Wow, wat was dat? Jongens, wat is er aan de hand hier? The fuck? Ik zie de trap daar een soort van hangen, die ik zojuist heb geactiveerd, maar kan vervolgens nergens anders meer heen. Dus wat ik al zei, het moet waarschijnlijk in de perfecte volgorde. Maar wat is die volgorde? Want doe ik dit... Kan ik hier volgens mij niet meer weg. Kijk, dit activeert dus de trap.
ook? What the hell? Dit is gewoon typisch Uncharted, man. Ik moet jullie echt... Ik ga het gewoon... Ja, hoe ga ik dit doen? Ik zit het nu live op te nemen, dus ik kan me niet zo 1, 2, 3 bedenken hoe ik dit ga doen. Maar ik wil bijna gewoon Uncharted gameplay erin editen. Om dat gewoon te laten zien. Het is heel apart. Dit is gewoon bijna hetzelfde. Maar goed, fuck mijn enthousiaste reacties altijd. Ik ben altijd echt overenthousiast gewoon. Maar goed, dat kennen jullie ook wel, hè, aan me. Jullie volgen me al een pittig tijdje, dus dan weten jullie hoe ik ben. Maar ik vind dat gewoon raar. Naast dat ik dit eng vind, vind ik dat ook gewoon raar. Want het is bijna hetzelfde. En dan bedoel ik niet dat het nu een kutgame is. Maar dat vind ik echt... Dan vraag ik me af van, hebben ze het nou echt gejat of... Is het gewoon puur... Oh, dat wisten we niet. Dat kan ik me namelijk niet voorstellen. Deze trap dus toch maar weer teruggedraaid, want anders kan ik dus gewoon geen kant op. God damn it. Ik raak nu al in de war van trappen en trappen en nog eens trappen en trappen. En ik vind het ook niet fijn dat ik nu weet dat er een fucking monster rondrent. Dat wist ik natuurlijk al, maar hij was nu al heel close. Wat gebeurt er als ik Nee, dat richt ook niks aan. Why is dit zo lastig, man? Jullie kunnen volgens mij bijna mijn hersens horen kraken zodra het stilvalt. Want ik zit echt zo van... What the fuck? Trappen, trappen, nog eens trappen. En nog een trap en zo. En nog één. Oké, zelfde kamer. Deze kennen we. Ik ga nu al heel hysterisch rondrennen, merk ik aan mezelf. Wat als ik deze draai? Wat ik dus net ook al heb gedaan. Maar ik ga weer iets anders proberen. Oké, die is gedraaid. Dat is waar we heen moeten, want daar krijgen we ook progressie door. Zie je, dan kan ik een sprong maken van daar naar daar. Nu goed rondkijken. Nu moet ik... Ja, wat de hel, hè? Ik moet die bovenste verdieping zien te komen. Dat is het hem juist. Ik kan geen kant op. En hoe kut voelt dit? Ik moet het toch weer terugdraaien. Kijk, ik moet vanaf die verdieping op die trap kunnen springen. Maar daarboven zijn ook nog trappen. Ja, damn. Ik vind dit echt een dikke puzzel. En ik ga niet knippen in het bestand. Want jullie moeten gewoon zien hoe ik zit te kloten. Echt. Ik wil gewoon duidelijk laten weten hoe lastig dit is. En niet, ik ga even cheaten via internet. We gaan gewoon dit nu live spelen. En we zullen zien hoe lang het duurt tot ik deze puzzel heb opgelost. Want ik merk dat er sowieso 40 likes zijn bijna elke part. Rond de 40 likes en rond de 300, 400 views. Dus het zijn nog pittig veel kijkers. Daar ben ik blij mee. Want meestal haken er mensen af tijdens een let's play. Waarom weet ik niet. Ze zeggen de eerste 5 parts awesome, awesome, geweldig. En dan kijken ze niet meer. Lijkt mij, wie A zegt moet ook B zeggen. Je zet ook niet een film aan. Kijkt hem door de helft en loopt dan weg. En kijkt hem een week later niet meer. Of zo. Weet je, dat raar. Maar goed, ik ben blij met die 400 kijkers. Dus we gaan gewoon deze 400 kijkers laten zien hoe ik zit te fucken met dit puzzelstukje. Mijn hersens kraken als de motherfucker, want ik zie daar ook weer trappen. En dat draaisysteem, dat laat mijn hersens echt glitchen. Dat is waar het monster vandaan kwam. Dit is trap 2. En wat ik me nu ook bedenk, is misschien moet ik eerst trap 1 draaien. Dan trap 2 draaien. Dan trap 3 draaien. Dan trap 4 draaien. En waar is trap 4 dan? Of moet ik hier een sprong gaan maken? Want die trap die ik heb gedraaid, die leidt nu wel naar de goede bovenverdieping. Maar hoe kom ik nu bij dat andere trappetje? Dan snap ik dat ik misschien niet meer helemaal te volgen ben, omdat ik alleen maar trap, trap, trap zeg. Maar dit is dus wat er in mijn hersens omgaat op dit moment. Ik kan ook niks doen ofzo, geen andere route nemen. Dit is dus trap 2 en die leidt naar de goede verdieping. Wacht even, dit kan misschien nog wel eens behulpzaam worden. Er is hier namelijk een soort bruggetje naar de andere kant. Dus die kan ik gaan gebruiken als het goed is. Kan ik dit niet draaien? Zo ja. En dan hierheen. Ja, dit kan. Of heb ik dit niet al de hele tijd gewoon gedaan? Ben ik nu heel stom?
Of niet? Huh? Heb ik dit nou goed gedaan of niet? Ik twijfel er wel. Volgens mij doen we het niet goed. Volgens mij boeken we nu progressie. Dan ga ik terug. Kijk maar, ja, dan ga ik terug. Oh, misschien heb ik het eindelijk gevonden. Nice. Ja, dan ga ik terug. En dan ga... Oh, what the fuck, het is afgesloten. Denna, what the fuck. Denk toch eens na, man. Voordat je wat doet. Hé, hey, ik kan hier onderdoor. Maar waar leidt dit heen? Want dit is ook weer afgesloten. Hé, hey, what the fuck ligt hier? Geld. Ancient monies. Waarschijnlijk is 50 Cent met zijn crew hier ook weer langs geweest. Weet je wel, uit part 2. En een lachen. En een lachen, hoe dan. En een lach bij. Nou goed, dit is wel even een dompertje hoor. Denk ik eindelijk de oplossing te hebben gevonden, is het fucking afgesloten. Dus daar hebben de makers over nagedacht. Die fucken echt even met mijn brein op dit moment. Zoals dit is ook fout, want ik moet gewoon naar die bovenste verdieping om die sprong te kunnen maken. Yo kijkers, daar ben ik weer. Ik heb het gevonden. Het was dus de goede progressie. Ik moest om een stukje heen lopen, de trap draaien en dan kon ik springen vanaf de bovenverdieping. En ik hoop dat de sharebutton het heeft opgenomen om het voor jullie te kunnen laten zien op YouTube. Want wat ik heel vaak merk is dat ik een part maak en dat hij dan uit het eerste bestandje, de eerste 15 minuten, dat hij het weghaalt. Dat is zo fucking dom. Maar goed. Dit is dus die plek waar het monster heeft gerend, jongens. Damn. Nou vertrouw ik er helemaal niks meer van. Juist omdat ik nu zo ver ben qua progressie. Shit, de laatste gevaarlijke sprong om helemaal boven in de toren te zijn. Zoals jullie zien is dit trap 4 inmiddels, dus ook verdieping 4. De muziek bouwt op, ik hou er niets van. Kippenvel loopt opeens over mijn rug heen. Wow! Wow shit, we kunnen dus nu niet meer terug. Educated guess, this is the book I came for. But to steal it... I'll have to release it. Remove the ritual book. Nou, oké. En ik zie dat we weer met logootjes werken. Wat doet dit? Ik zag namelijk dat dit boek licht gaf. Dus dat het een soort knop is. Het is een button. Hetzelfde geldt voor deze. Oké, okay, thanks. Dit is niks. Ik zoek naar een boek. Had ik deze al gedaan? Ja, nice. Hallo meneer. Dankjewel voor dit en zo. Hoi. Wat is dit dan? Oh, nice. Het geeft gewoon licht. Dit standbeeld had het vast. Het is allemaal kapot. Maar door wat is het kapot? Oké, de logootjes staan godzijdank aangegeven. Waarschijnlijk omdat ik ze had gespot met mijn focus. Dus dan staat het soort van op mijn brein. Zo. Plaatsen we het. En daar hebben we het. Het boek. En waarschijnlijk triggert dit monster. Oh fuck jongens, ik voel me echt niet op mijn gemak nu. Oh my god, nieuw collectible, maar hoorde dat dan? Kippenvel van top tot fucking teen. Nou leuk. Dankjewel Thief. Ik dacht dat ik een leuk dievenspelletje kocht. Lekker inbreken bij huisjes. Lekker sieraden stelen. Vervolgens is het gewoon in tempels naar... Oh, fucking rare shit zoeken. Oké, ik wil hier weg. Ik wil hier gewoon weg. We gaan hier gewoon weg nu. Oh nice, dit is die we niet omdraaiden en daar heb ik dus nu alsnog het sieraad van kunnen pakken.
Goed dat ik nog zo liep, want dit is blijkbaar niet eens de route die we moeten lopen. Mazzel. Was het wel de route die we moeten lopen, hè? Huh? Nou, snap ik hem niet meer, jongens. Waar de hel moet ik... Oh, moet ik aan het touwtje hangen? Is dat hem? We moeten aan het touwtje hangen. Nou, wat de mazzel dat ik dit nog heb gedaan. Voor het extra sieraad. Wat was dat? Oeh. I want gone here. Oh, wat de hel doet hij nou? Gaat hij naar beneden springen? Jij bent dood. Staat er nog heel droog in beeld. Wauw, dat was nou echt niet de bedoeling. Gaat hij aan het... Tch, hang toch een touw? Je bent toch een dief of niet? Je bent toch wel een beetje een acrobaatje? Gaat hij het fout doen, hoor? Lekker dan. Hel. Oeh, kom tot adem. Positieve energie. We waren een nieuwe part begonnen, wisten we nog. Wil je eigenlijk zo snel mogelijk weg, vandaar dat ik waarschijnlijk ook dat schoonheidsfoutje maakte. Maar hij had wel gewoon het touw moeten grijpen, vind ik. Hier, nu kan hij het opeens wel, dat is toch raar, jongens? Thanks. Voor wat oude muntjes en zo. Maar voor de rest kan ik helemaal niets doen. Oké. We gaan goed, zie ik. Ja, want dit is dezelfde route terug. Oké, snel wegwezen hier. Nu weet ik dat ik hier gewoon zo snel mogelijk weg moet zijn. Wacht eens even, fuck this shit. Ik kan net zo goed gewoon deze afsnijroute nemen. Dat gaat wat sneller. Hey, guard, wat doen die hier nou weer? Then here's the twist. We'll rake around and find out. We should split up. Cover more ground. Split up. That's easy for you to say. You're carrying the torch. I get the torch because I don't cheat at cards. Fair's fair. What? Are you still bleeding on about that frigging card game? I was beating you pelicans for mackerels. Yeah. Good luck searching. Oh jee. Guards is nu erbij. Ik was eventjes aan het luisteren naar een gesprek, maar ze fucken elkaar echt keihard. Want die een laat gewoon die ander achter in het donker. Ze splitsen namelijk. En die een heeft de torch en die ander niet. Maar dat boeit hem ook geen fuck blijkbaar. Nou, goed, ik hou me er niet mee bezig. Hier is ook al een guard. Damn. There's no one, Jared. There hasn't been for a long time. Only dust. Nou, niet only dust and books, jongens. Er is hier ook een meneer monster aanwezig. Maar dat weten jullie nog niet. Gelukkig. You call me the cheat. I'm in. Oké, ik ga hier gewoon weg, hoor. Dit is namelijk waar ik heen moet. Gewoon wegkomen uit die grot. En ik ga me voor de rest niet bezighouden met guards. Onnodig. Ik durf ook nergens. Wow, fucking hell. Dit is een guard en je hebt me niet gezien. Doei. Wasn't anything after all, I guess. Oh man. You ready? Oké, we lokken deze pik nog even. We pikken deze lok en we lokken deze pik. Wauw, oké. Helemaal van mijn apropootje, jongens. We openen het laadje en er zit iets heel leuks in. Wat ons helemaal niet meer boeit, want ik wil zo snel mogelijk weg hier. Challenge to a duel by a drunk topper. Oké, progressie, progressie. Gewoon zo snel mogelijk weg hier. Gewoon het trappetje op. Hey, hallo meneer de guard. Wat zie jij te doen, jongen? Hé,
Ja, dit is gewoon waar ik voor het eerst het monster spot. En nu zijn er gewoon dus guards bij. En ze geven geen neuk. Ik snap het echt niet. Slaap lekker. Ga maar in het hoekje liggen, man. Tussen alle zakken. Dat staat je goed. Wegwezen hier. Nou, ja, dit is een guard. Ik zag het eventjes niet goed, maar er zijn hier dus ook guards. En dit is dus die plek waar ik gewoon heen ben gegaan, zeg maar. Kijk, kunnen jullie dat nog herinneren, de vorige part? Deze lange route? This is horseshit. Leave me standing halfway down some pit. Waar we de eerste collectible vonden, zeg maar. Maar waar heb je het nou over? This is horseshit. Ik hoop dat het monster op je hoofd springt, man. Met je dikke kutkop. Hey, sleep well, move better, man. Kijk, nu kunnen we naar de touwen springen. Die daar overigens net nog niet hingen, dus ik ben benieuwd wat dit voor pad is, zeg maar. Waar dit ons toe leidt. I don't like that sound, man. Oh shit, third person action, nice. Ga de Assassin's Creed maar even uithangen, jongen. De Assassin's Creed ook echt. Ga de Assassin maar even uithangen. Fucking damn smooth gemaakt. Het is echt niet normaal. Zwart beeld. Cutscene, laten we kijken, hè, jongens. Punish me, mother. I've been bad. So bad. Eight! Don't touch me. My leg hurts. What's the matter, General? Mummy, a little too much for you. Never speak of my mother like that again, you little whore! Ow! Get over here! Ow! What's going on here, General? No! That's it. Take your black tax and get out of my house. Touch her again, and I'll cut your balls off. Don't test me on this. You filthy rat. I'm gonna kill you. Thief! You gotta be nice about your neighbors. You're gonna regret this. Completed. Wat is het toch een rare generaal die gozer, jongen. En wat een dom wijf. Gaat ze gillen terwijl we de fucking hulp zijn. Oké, we waren de opportunist. En dat is eigenlijk ook vrij logisch. We hebben er gewoon fucking 1 uur en 39 minuten over gedaan. Damn. Oké. Interesting, man. Ik ben benieuwd wat voor cutscene we nu gaan krijgen. We hebben in ieder geval een laadscherm. Waarschijnlijk komen we nu terug in onze hideout, zeg maar, in die kerktoren. Dus ik ben benieuwd wat we gaan aantreffen in de eerstvolgende part eigenlijk. Collection displays are updated en het is logisch, want we hebben ook nieuwe collectibles gevonden natuurlijk. Mocht u op de achtergrond een of ander heel irritant geluid horen, dan zijn het weer de mensen bij mij op straat die het nodig vinden om midden op de dag gewoon keihard hun long uit hun lijf te schreeuwen. Ik weet niet waarom ze dat leuk vinden, maar ja, als ze dat graag willen doen, dan mogen ze dat doen. Maar het is heel irritant voor mijn video. If I find things that I want to keep, I could put them here. Right now, the only thing collecting here is dust. How long have I been away? Ja, inderdaad, zeg. Damn. Het voelde ook echt alsof ik heel lang in die chapter heb gezeten. En er zijn ook heel veel rare dingen gebeurd. Ook in zijn gedachten, ook toen we dat boek oppakten. Het kan nooit goed voor je zijn, gewoon. Nou goed, laten we maar upstairs gaan. Kijk wat we daar aantreffen, want meestal krijg je dan progressie.
Genevieve. Oké, weer een raadsel. Echt weer een raadsel. Ik ga hier de part eindigen. Ik hoop dat jullie het awesome vonden. Laat sowieso je like achter. Deel het. Laat je comment achter. En tot de volgende Thief part. Later.